je daar dan mee om? Ja, dat hebben we ook uitgebreid op zo geschreven. Want dit is een minimale schatting. Want er zou nog best meer kunnen zijn. Of tenminste, dat is heel waarschijnlijk. Omdat wij iets over het hoofd hebben kunnen zien. Maar kwamen jullie uit op meer gevechten en meer gedode Taliban en strijders en zo dan bekend was? Nou, uiteindelijk bleek dat er in die 4 jaar tijd dat Nederland heeft gezeten ongeveer 1000 Taliban-strijders zijn omgekomen. Ja, is dat veel? Ik vond het behoorlijk veel, eerlijk gezegd. Voor de duidelijkheid, het zijn dus Nederlanders die Taliban doden, maar ook Amerikanen en Australiërs. Dus alles bij elkaar. Het was opmerkelijk, daar heb ik ook een stuk over geschreven, dat de MIVD, de Militaire Veiligheidsdienst, Inlichting en Veiligheidsdienst, in het begin van de missie in 2005 een ruwe schatting had gemaakt dat er zich hooguit 300 Taliban-strijders zouden ophouden in Oekskamp. Ja. Dus uiteindelijk zijn er nu meer doden gevallen dan dat strijders waren. Ja, dat heeft het op logisch. Dus als je dit hoort, dat is dus heel veel werk voor het NRC-team geweest. Ja. Is dat dan de moeite waard? Want het levert niet eens de voorpagina. Nou, het punt is dat je niet weet wat wel of niet de moeite waard is. Als je een map met gegevens hebt, weet je nog niet wat je eruit kan halen. Ik herinner me nog heel goed dat bij jouzelf de krant Dick van Eyck naar zijn hoofdredacteur riep en zei: eigenlijk is het maatschappelijk heel relevant dat we inzage kunnen krijgen in Funda, de database van de makelaars. Want we krijgen allemaal vrolijke persberichten dat het altijd goed gaat met de huizenmarkt. Zou als journalist niet hetzelfde dat kunnen doen? En is er ook van de man ingehuurd.